Oké, nu moeten natuurlijk nog mijn grafieken en mijn tabellen terechtkomen in mijn pages document. Ik heb hier staan resultaten. Wat ik doe is ik ga een page break erin zetten. Dan kom ik hier bovenaan te staan met mijn resultaten. Ik zet de cursor hier neer. Ik ga naar het numbers document. En ik wil graag beginnen met deze tabel of deze grafiek. Appeltje C, ik kopieer hem. Ik ga weer naar mijn pages document. Daar sta ik in appeltje V. En daar komt keurig mijn grafiek in te staan. Ik geef nog een return. En dan ga ik eens kijken, krijg ik ook die tabel erin. Dat zou ook wel mooi zijn. Dan moet ik natuurlijk dit selecteren. Het hele ding selecteren. Appeltje A, appeltje C. En eens kijken wat er gebeurt. Ik heb hier de hele grafiek staan. En je ziet, het komt niet zo mooi uit. Want ik heb een gedeelte van de grafiek heb ik staan op de ene plaats en de andere op de andere plaats. Dat vind ik niet zo mooi. Dus ik ga hier staan en je raadt het al. Ik voeg in een page break. En ik heb de hele grafiek, de hele tabel heb ik op één pagina staan. Ook ingevoegd in mijn verslag.